Mogelijk gemaakt door Bauhaus ten Horen, Frans Metz de Bedderij en Kleve en Zonen. Toornstra in oranje. Hij is goed, hè? Hij is goed. Ja, voor wie moet hij er dan in, denk je? Ja, dat was wordt een lastig verhaal, want Wijnaldum, Maaskant zit er nu al tegenaan, dat bemoeien, zie je het? Ja, weet je, bent de analist. Nee, lijkt mij niet. Ik vind hem wel echt goed, maar ik denk niet dat hij beter is dan de andere jongens van oranje. Oké, ja, maar de Roon zit ook wel eens op de bank, dus misschien de Roon Toornstra. Ja, ik vind niet dat je dat echt met elkaar van kan vergelijken. Nee. Lijkt even een poging. Ja, maar goed. Nou, goed. Hoe vond je dat deze opening ging? Ik geef het een 4 uit 10 punten. Ja, nou, ik vind het nog hoog. We gaan beginnen aan FC Rijnmond. Goedendag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Een sensationele topmiddag gisteren voor Feyenoord op bezoek bij PSV. Fitter Feyenoord won effectief van PSV en Rijm ook. Robert Maaskant, 0-4. Ja, dat had niemand verwacht. Inclusief niemand bij Feyenoord. Heel knap resultaat. En dus de hele droge analyse kan altijd nog, maar voorlopig maar even genieten van het resultaat. Sinclair, 0-4. En PSV won met 4-0 bij Ajax en PSV won met 3-0 bij AZ. Ik heb nu al zin in AZ Feyenoord en Ajax Feyenoord. Thomas, 0-4. Ja, nee, prachtig resultaat. Ik denk dat Slot het niet mooier kon verwoorden. Het is Feyenoord ook wel redelijk makkelijk gemaakt natuurlijk. Ja. Maar, nou, deze eerste vraag in het openingsrondje vond ik best wel goed van mezelf. Ja. Gaan zo meer de diepte in hoor. Maar ja, los van de euforie, vandaag natuurlijk ook minder prettig nieuws rondom Feyenoord. De glazen, de ruiten van de woning van de algemeen directeur van Feyenoord, Mark Koevermans, zijn twee nachten geleden ingegooid. Ook zijn bepaalde delen van zijn huis beklad. Allemaal vreselijk nieuws. Ruud van Os is onze man bij de Kuip. Ruud, kun jij eens vertellen, wat is er nou precies allemaal gebeurd? Ja, kijk, ik zei het eerder ook al, hè? Mark Koevermans is niet populair onder een gedeelte van de aanhang, omdat hij bezig is met de ontwikkeling van een nieuw stadion. En sommige mensen, ja, die vinden dat niks en die uiten hun onvrede op social media, maar dat gaat steeds verder, verder en verder en verder. En ja, dan krijgt hij een huisbezoek in juni, niet alleen hij, maar ook andere mensen die met dat stadion bezig zijn. 30 man voor je deur, intimiderend op een zaterdagmiddag, niemand wordt aangehouden, wel staande gehouden, adresgegevens moeten ze achterlaten, sommigen krijgen een stadionverbod. Ja, en dan die wind die op social media, die storm, dat is een heksenjacht geworden. En daar is nu een volgende hoofdstuk, triest hoofdstuk aan toegevoegd. Afgelopen zaterdagnacht, dus voor het feest van PSV Feyenoord, om maar zo te zeggen, ligt Koevermans in bed. 4:30, gerinkel beneden. Hij gaat naar beneden, ziet dat zijn ramen rond de voordeur zijn ingegooid. En RJK, Rotterdamse jongerenkern, op de deur is gekalkt. Ja, verschrikkelijk, verschrikkelijk. Je kan het nog zo oneens zijn met iemand, dit doe je gewoon niet. Dit is werk van idioten. Ja. Wat gaat of wat kan Feyenoord hiertegen ondernemen? Nou ja, Feyenoord kan dat natuurlijk niet alleen, want een stadionverbod alleen is niet voldoende. Sterker nog, sommigen hebben niet eens een seizoenkaart. Dus wat heb je aan een stadionverbod? Nee, Feyenoord zoekt al een half jaar, want dit is natuurlijk al heel lang gaande, op allerlei manieren contact met de lokale driehoek, met de burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie. En daar moet een afspraak over voor komen, zodat goed geregeld kan worden dat de mensen van Feyenoord hun werk gewoon veilig kunnen doen. Zowel hier in het stadion, maar ook thuis, want dat is natuurlijk nog veel verschrikkelijker. En die afspraak die komt er maar niet. En die frustratie, niemand van Feyenoord wil op dit incident officieel reageren. Maar als je je oor te luisteren legt in het stadion, dan proef je de frustratie bij de mensen van Feyenoord. Dat die afspraak maar wordt verzet. En wordt verzet, dan is er weer een vakantie waardoor het niet door kan gaan. Ja, zo komt er natuurlijk nooit de juiste bescherming voor Mark Koevermans en zijn mede-directieleden. Dit kan natuurlijk echt niet. Wat is jouw inschatting, Ruud? Zou het kunnen zijn dat Koevermans hiervoor zwicht? Ook om misschien wel gewoon zijn gezin te beschermen? En dat hij misschien wel opstapt. Nou ja, ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Er wordt natuurlijk altijd heel makkelijk gezegd, je moet niet buigen voor terreur. Maar als ze dit bij je doen, dan moet je een hele sterke persoonlijkheid zijn om dit te kunnen doorstaan. En ik hoop dat Mark Koevermans een hele sterke persoonlijkheid is. Maar niets menselijk is hem natuurlijk vreemd. In het verleden hebben we het ook meegemaakt met mensen als Onno Jacobs. 10 jaar geleden, die ging er ook aan onderdoor en is uiteindelijk vertrokken. Ik hoop het niet, maar het zou me niet verbazen. Want je kwaliteit van leven is natuurlijk nog altijd belangrijker dan je werk. Ruud, mag ik even wat vragen? Je hebt een aantal weken geleden heb jij een column geschreven over eigenlijk een interne aangelegenheid.
Dat verhaal met Beltman, het veld en het zieke kind wat nog een keer het veld op wilde. Vind je dan niet dat jij zelf olie op het vuur gooit terwijl je weet hoe de situatie is? Ja, kijk, twee dingen kan je daarover zeggen. Moeten wij dit soort zaken dan verzwijgen? En is het nou echt zo dat dit soort lieden zich laten leiden door een column op Rijnmond.nl? Dat kan ik me niet voorstellen. Ik ben bijna geneigd te zeggen, ik vraag me af of ze wel kunnen lezen. Dit proces, wat ik al zei, is al jaren en jaren en jaren gaande. En wordt steeds een stapje erger. Hè. In juni een thuisbezoek, nu de ramen ingooien. Nee, ik geloof niet dat daar een kolompje op Rijnmond iets aan toe bijdraagt. Nee, ik vind juist dat we het moeten benoemen, zodat men weet wat er gaande is. Dat dit soort geluiden en dit soort bewegingen bestaan in onze maatschappij. Dankjewel, Ruud. Tot zover, daar vanaf het Feyenoordstadion. Is het iets waar je je dan aan ergert, Robert? Overigens, het was geen kind, hè? Het was een volwassen man die helaas inmiddels overleden supporter. Ja. Maar goed. Waarom stoor je eraan dat media deze kwestie? Ik vind dat je als media moet je feiten benoemen. Hè? Daar is geen twijfel over mogelijk. Maar het stuk wat Ruud schreef was toch wel enigszins opiniemakend daarin. Hij benoemt weliswaar ook de feiten, hoor. En ik ben het ook met hem eens van, ja, dat mag nooit aanleiding zijn tot geweld. Maar nog meer olie op het vuur. Ik kan me voorstellen dat Koevermans je heel ontevreden en heel ongelukkig mee was dat dit naar buiten toe komt. En ik vind het gewoon zo klein. Er is zoveel nieuws over Feyenoord te vertellen of over andere clubs of andere dingen in sportland. Was opiniemakend, maar wat heeft Ruud daaraan bijgedragen dan? Want volgens mij was het toch juist gewoon een stuk over wat er gaande was binnen Feyenoord. Ja, nee, maar het is wat ik al zeg, het is ook wel feitelijk, maar het is ook wel heel klein, hè? Nou, onder supporters niet, hoor. Onder supporters leefde het wel. Het gaat leven op het moment dat het veel publiciteit krijgt. En het krijgt publiciteit, en dan kan je zeggen, ja, een kolompje op Rijnmond, maar dit wordt gewoon veel bekeken, veel beluisterd. En mensen wachten op input van mensen zoals wij. Als wij ergens een mening over hebben, dan wordt dat heel vaak overgenomen. Nou, dat moet je voorzichtig mee zijn, vind ik. Ja, maar tegelijkertijd moet je wel registreren wat er gaande is en wat er leeft en wat er gebeurt rondom een club. Je moet altijd feitelijk blijven, maar of dit nou een column waard was, algemeen directeur ligt dus al lange tijd onder vuur bij een gedeelte van de supporters om meerdere dingen. En vorige week hadden we natuurlijk ook het nieuws dat bij de Europese thuiswedstrijd het stadion niet helemaal vol geraakt. En dat Feyenoord die keuze heeft gemaakt, dat is ook slecht gevallen bij supporters. Dus er zijn wel heel veel incidenten die de laatste tijd gelieerd worden aan Koevermans, waardoor ik niet geloof dat die column nu de daadwerkelijke druppel is. Maar ongelooflijk. Ik ben overigens niet de bescherming van Koevermans, hè, want op zakelijk gebied weet ik niet hoe Feyenoord geleid wordt. Daar ben ik niet bij. Maar het gaat maar meer gewoon dat dit gedrag, dat wij allemaal ontzettend voorzichtig moeten zijn als er dit soort meloten rondlopen. In dit geval in Rotterdam, maar ik heb gisteren ook weer stoeltjes op het veld gezien van Zwolle supporters. Ja. Ik heb vuurwerk gezien. Het lijkt wel of iedereen een vrijbrief heeft gekregen. Corona is langzamerhand aan het aflopen. We mogen weer naar buiten. En kom, laten we maar eens gek gaan doen. Ja. En ik vind dat we daar heel voorzichtig in moeten zijn. En ook heel strikt moeten optreden. Waren het niet dat als ik nu vandaag een raam ingooi hier en de politie komt, ja, dan krijg ik een bekeuringtje. Ja. Maar wel bizar, want heel veel Feyenoord supporters op de social media zie je dat ook. Hè? Die distancieren zich er tegen. En ja, Feyenoord is gisteren gewonnen. Iedereen wil juist die euforie. Die willen dat we hier aan tafel lekker over Feyenoord praten. En dan dit soort incidenten. Dat vind ik dus precies. Justitie kan je eigenlijk niet zo heel veel mee, hè? Dat maakt het heel moeilijk. Dus wat ik heel erg hoop, is dat de harde kern van Feyenoord gewoon zelfreinigend is. Ja, opstaat en zegt, spreek die mensen tot zover en niet verder. Het moet vandaag, moet het gaan over 0-4 bij PSV. Dat is goed dat je erover begint, want zei dat ook. Leuke bloesje trouwens. Leuke bloesje, ja. Die andere twee hebben gemist. Want Robert Baaskant zei, die gekken, nou, wij hebben er ook twee, maar wel hele leuke gekken. Zo klonken ze bij de 0-1. Feyenoord doet het vooralsnog goed. En waarom kan Feyenoord dit in 90 minuten gewoon volhouden? Als Feyenoord in die slotfase, Dennis, in die laatste minuut van de extra tijd nog één keer op de helft van PSV. Doris met Pedersen. Kom op, jongen. Pedersen, als je nu de goede voorzet geeft, dan kan het nog wel eens leuk worden daar ook in die kleedkamer. Torstra! Ja! Een wereldgoal! Pedersen met de voorzet en Torstra knalt hem in de kruising! PSV 0, Feyenoord 1! Jens Torstra, de captain! Ja. Lekker rustig. Geweldig, heerlijke middag gisteren. Ja, van tevoren ga je er natuurlijk heen van oh jee. Maar Feyenoord kwam goed voor de dag. Het was zeker geen goede wedstrijd. Maar ja, met mooie doelpunten en 0-4. Robert, kun jij eens vertellen, hoe omschrijf eens het gevoel voor een trainer die een tactisch plan bedenkt en dan lukt het nog ook? Dat is het fijnste wat er is.
Dat is echt waar. Op het moment dat je een idee hebt, al is het maar een ingooi die lukt. Of een ingestudeerde vrije trap, of een cornerbal. En daar werk je aan met z'n allen. Dat bespreek je al een paar dagen van tevoren. Zeker in een druk programma. Dan ben je daarmee bezig met zo'n groep. En dan lukt dat. Ach jongen, dan kan je 's morgens zo lekker wakker worden. Ja. Dat is echt het mooiste wat er maar is. Wat dacht je vooraf toen dat plan naar buiten kwam vlak voor de wedstrijd? Feyenoord stelde geen spits op. Hè? Ging een beetje voor de lange bal. En dan die tweede bal weer opvangen. Ja. Nou, dat maakt het allemaal erg technisch. Maar hoe kwam het op je over vooraf? Nou ja, ik zag het nogmaals, ik stond bij Go Eagles Zwolle op het veld. Dus ik zag de opstelling voorbij komen vanuit een ooghoek. En ik dacht van, ja, niet zo slecht bedacht. Op het moment dat je precies hetzelfde had gedaan, had je waarschijnlijk minder kansen gehad. En dit pakt natuurlijk heel goed uit. Hè, en dan wordt die uitslag ook nog een keer heel groot. Zeker door de late goals die vallen. Maar qua tactisch idee vind ik het slim. En ik vind ook dat je als trainer van Feyenoord, moet je je ook durven aanpassen aan een tegenstander. Ja. Je moet ook de zwakte van de tegenstander durven te bespelen. En dat had hij een paar keer. Heeft Feyenoord dan echt voordeel gehad in de wedstrijd tegen PSV van het feit dat Jan Baks in de spits zegt? Nou, één verraste ze PSV daaromheen natuurlijk. Want die hadden dat niet verwacht dat er een zwervende spits zou komen. Die was meer til, toch? Ja. Ja, een Baks meer van de zijkant. Ja, ja, klopt. Maar ja, maar goed. Ja. Het was een beetje 4-4-2 op papier. Ja. Ze speelden natuurlijk veel bewegelijker dan dat ze dat de afgelopen weken hebben gedaan tegen mindere tegenstanders. Dat maakt het moeilijk voor PSV om in te schatten. Nou zal PSV ook gewoon zijn eigen plan hebben getrokken. Daar gaat het natuurlijk niet om. Maar het geeft ook een bepaald vertrouwen op het moment dat jij als Feyenoord zijnde naar PSV toe gaat en je bespreekt dat met een ploeg en het pakt aardig uit, dan gaan de spelers die gaan ook groeien. Ja. Die gaan geloven in dat verhaal. Ja, dat het ook nog eens een keer 4-0 wordt. Ja, dat is natuurlijk ongehoord. En de duidelijkheid vooraf, hè? Want Slot is dus 2 dagen voor de wedstrijd al naar Brian Linssen gegaan. Die dus zou worden gepasseerd. Maar beste jongen, je speelt niet. Wat zegt jou dat, Sinclair, over de aanpak van Slot? Ja, duidelijk, daar kom je heel ver mee, denk ik. Hè? En dat zie je ook eigenlijk bij het Nederlands elftal met Louis van Gaal. Gewoon duidelijk zijn en daar hebben spelers dan vrede mee. Het helpt dan natuurlijk wel dat het uiteindelijk zo gaat als de trainer hoopt. Hè? Want ja, als Feyenoord er met 4-0 afgaat, dan gaan die spelers niet mee. Maar ja, Linssen die weet van zichzelf ook wel van, ik kan een keertje gepasseerd worden. En waarschijnlijk staat hij de komende week gewoon weer in als ze tegen Heerenveen en NEC spelen. En ja, weet je, ik zie wel dat daar echt een team staat. Dat zie je eigenlijk al vanaf dag 1. En ja, daar kom je denk ik wel heel ver mee. Ik vind het allermooiste als je een ploeg kan formeren waarbij je 22 man hebt die weten, ik kan af en toe eens een keer niet spelen, maar ik heb mijn rol. Als je dat voor elkaar krijgt in een voetbalelftal, dat is in Nederland ongelooflijk moeilijk, want wij hebben heel veel eigenwijze spelers. Ja. Dat was ik er zelf ook eentje van trouwens, ook daar niet van. Maar als je dat voor elkaar krijgt, dat is zo knap. Nou, het gaat zelfs een stap verder, zelfs in de transfers in Engeland praten de grote spelers, denk even Manchester United in de goede tijd, die praten gewoon mee met de manager over transfers. Ja. Van wat is goed voor ons elftal? Ja, dat is de droom voor iedere manager. Maar vorig jaar, toen scoorde Linssen een hat-trick vlak voor de winterstop. En toen, tegen Heerenveen. En toen de eerstvolgende wedstrijd zat hij op de bank en had geen uitleg gekregen. Toen zei hij zelf, nou, ik ben een ervaren speler. Voor mij hoeft dat ook niet zo, maar ik kan me wel voorstellen dat jongere spelers misschien dat wel fijn vinden. Nou, Slot gaat in ieder geval sowieso die dialoog aan. Ja, je wil gewoon je rol hebben en kan spelen. En als de trainer heel duidelijk kan uitleggen, je speelt niet, maar dit en dit is je rol. En als je erin komt, dan wordt dit en dit verwacht. Dan heb je daar denk ik makkelijke vrede mee. En het gaat natuurlijk ook wel gepaard met een bepaalde vorm van kwaliteit. Ik bedoel, Slot maakt tot nu toe de goede keuzes. En dat is ook wel belangrijk, want als je dat niet doet, dan ben je die jongens, dan kan je zo duidelijk zijn als je wil, maar dan ben je ze denk ik toch wel vrij snel kwijt. Ja. Dus dat is wel altijd een combinatie. Overigens de cijfers van Slot in topwedstrijden. Bizar. Daar krijgt een paar teken van. Die heeft gewoon alles gewonnen en geen tegendoelpunt tegengekregen. Als trainer tegen de traditionele top 3, als hoofdcoach, ja. Ja, heeft hij met AZ gewonnen bij PSV met 4-0. Gewonnen thuis van Ajax met 1-0. Gewonnen uit bij Ajax met 2-0. Gewonnen in de Kuip met 0-3. En nu met Feyenoord als trainer 0-4 bij PSV. Dus 14 goals voor, 0 tegen. Dus dat belooft veel voor AZ Feyenoord en Ajax Feyenoord. Ja. Maar Thomas, gaf die 0-4 van gisteren, gaf hij nou ook echt het krasverschil op het veld weer? Nou, ik vond in de eerste helft niet. En uiteindelijk vond ik wel dat Feyenoord wel gewoon een stuk beter speelde. Maar dat wordt natuurlijk ook gedragen door gewoon de gelukkige samenloop van dat die goals erin gaan. Want het waren natuurlijk gewoon wel best wel bijzondere goals die... Het waren geen 100% kansen, zeg maar. Dus, ja, sterker nog, 4 keer op doel geschoten. Dus dat is ook wel het mooie. Dat is ook wel het mooie van voetbal. Dat zulke momenten dan wel in één keer een heel duidelijk krachtsverschil kunnen bepalen. Terwijl dat net zo goed heel anders had kunnen maar lopen. Maar wat verbloemt deze wedstrijd, deze uitslag dan voor jou? Nou, ik weet niet of het heel veel verbloemt. Want je ziet wel dat Feyenoord heel duidelijk een tactisch plan heeft. Dat de spelers begrijpen wat de trainer wil. En dat die spelers groeien. Dus het komt niet helemaal uit de lucht vallen. Maar het was wel een klein beetje geflatteerd, denk ik. Ja.
Ja, wat het verbloemt is dat Feyenoord nog helemaal niet zo ver is dat het zomaar met 4-0 van PSV wint natuurlijk. Terecht, hè? 4 schoten op doel. Daarom zei ik net al eventjes van, als je gewoon puur sec als analist kijkt, als voetbalkenner en als trainer, ja, dan had PSV die wedstrijd ook net zo goed kunnen winnen. En dat zit nu inderdaad allemaal mee. Toornstra schiet, ik vond trouwens de reactie wel heel leuk van hem na afloop bij ESPN. Van ja, zo schiet ik ze er iedere dag in. Ja. En ik heb het hem ook wel eens zien doen, moet ik zeggen. Ook tegen een ploeg van mij. Maar ja, deze wedstrijd had ook anders kunnen lopen. Ja, Feyenoord was fitter ook, Robert. Dat wilde ik net zeggen. Ja. Feyenoord is fitter. Het moet wel zeggen dat het echt wel geholpen heeft dat Feyenoord dinsdag al in Israël speelde. Want je moet je niet voorstellen dat Feyenoord donderdag in Israël speelde dan vrijdag terug. Je zag het op het veld, ook die PSV'ers, die juist gespaard worden. Ja, die oogden echt verre van fit, hè. Je zag al echt Max en nog een paar spelers, die zag je echt naar adem happen. En bij Feyenoord, en Kramp hadden sommige PSV's. En bij Feyenoord bleven ze toch opvallend fit. De trainer Arne Slot vertelt waar hij het meest tevreden over was gisteren. Nou, wat ik vooral heel goed vond van ons vandaag is dat we eigenlijk zo goed als geen kans hebben weggegeven. Ik denk de eerste helft nog een behoorlijke kans voor Cody Gakpo was. Maar die moest wel enorm veel doen om op de been te blijven en dan nog in de drukte op goal te schieten. Dus ik vind dat we dat heel erg goed gedaan hebben. Ik bedoel, aan de bal hebben we redelijk tot goed gespeeld. Maar we moeten ook niet doen alsof we hier 90 minuten lang gedomineerd hebben. Zo was het ook niet. We hebben ook met name de fase na rust enorm hard en goed moeten verdedigen. En heel veel standaard situaties moeten verdedigen. Wat nu vooral veel beter ging dan in Utrecht. Dus daar was ik heel erg tevreden over. Aan de bal hebben we ook een aantal goede dingen gedaan. Maar nogmaals, we moeten niet doen alsof we hier volledig voetballend gedomineerd hebben. Nee, misschien niet gedomineerd, maar verdedigend weer zo ijzersterk. Wat is dat toch dat Feyenoord achterin niet te verslaan lijkt? Nou ja, gewoon wat ik net zei. Ze zijn gewoon echt goed georganiseerd. En ze zorgen dat op de belangrijke momenten dat ze druk op de bal hebben. En dat is denk ik super belangrijk, want dan wordt verdedigen gewoon een stuk makkelijker. Het zit gewoon goed in elkaar op het moment. En dat is niet in alle wedstrijden zo, maar wel in de meeste. Ze krijgen gewoon weinig kansen tegen. Ja, maar hoe komt dat dan? Want inderdaad, Trauner en Senesi samen centraal met Bijlo in de goal. Sinds ze dit seizoen samenspelen, nog geen tegendoelpunt. Dat geef ik het al aan. Dus ja. Het is heel broos. Want de wedstrijden dat ze wel 2 keer 3 doelpunten tegen kregen, stond of Wouter Burger of Ramon Hendricks daar. Gelukkig is wel Geert Ruijda ook weer terug die als centrale verdediger kan spelen. Maar dat is de angst voor de komende week. Hè? Dat er bepalende spelers weg zouden vallen. Maar anders die verdediging met de keeper uit het Nederlands zelf, dat linksback international, rechtsback international met Pedersen en die 2 in het centrum. Ja, ja. Daar komen daar maar eens doorheen. En straks Toornstra in het Nederlands elftal, Robert. Ja, dat verwacht ik niet. Nee? Ik vind Toornstra een geweldige speler. Wil je in ieder elftal, kan je hem opstellen. Tot aan de absolute top toe. Maar voor het Nederlands elftal, daar wordt weer net even weer wat meer gevraagd. Oh, maar hou even. Hij maakt 2 geweldige doelpunten. Ja. Vooral die eerste. Hij positioneert zich ook heel goed. Absoluut. Bij die 1-0. Maar hoe vaak zie jij een middenvelder zulke doelpunten maken? Zo'n traptechniek. Nou, ja, dan zou ik even in mijn archief moeten duiken. Maar dat is best bijzonder. Toornstra is natuurlijk een heerlijke speler. Hij werkt keihard. Hij kan op iedere positie kan hij uit de voeten waar hij ook terechtkomt. Hij heeft een klasse karakter. Hij komt voor de goal. Het is echt een perfecte speler. Ik zeg alleen, het verschil tussen het nationale elftal en Feyenoord is nog wel vrij groot. En dan praat je over dat je met Nederlands elftal, en dat is ook een probleem voor Feyenoord straks, op het moment dat je het spel moet gaan maken, dat is iets anders dan dat je, zoals tegen PSV nu, toch wat compacter, geslotener kan spelen en daar vandaan kan gaan voetballen, dan dat je echt in de hele kleine ruimtes moet gaan acteren. Want dan liggen die loopacties er niet meer. Ja, je ziet ook dat Toornstra gewoon in zulke soort wedstrijden altijd beter is dan als de tegenstander op hun eigen helft gaat verdedigen. Ja, dus Toornstra heeft gewoon ruimte nodig om in te lopen. Ja. Weet je, en die heeft minimaal 30, 40 meter, dan kan die helemaal vrij uit. Maar doelpunten maken, ja, fantastisch. Nou, en het was knap om te zien hoe fijn het inderdaad aanvoelde gedurende die wedstrijd. Wanneer het wel druk kon zetten en wanneer het toch eventjes in moest zakken. En nou ja, dat was een wisselwerking die wel werkte. Over wissel gesproken, ja. Mooi zeg. Gaan we het er even over hebben of niet? Ja, ik vind het super interessant. Want je ziet, zeg maar, de wat oude trainers. Ik denk dat veel mensen die documentaire van Feyenoord hebben gezien. Nou, dan zie je advocaat, dat is een super praktijkgerichte trainer, dus die heeft het vooral over situaties. En Roger Schmidt die probeert alles van tevoren te bedenken, dus die is heel theoretisch. Nou, ik denk dat de waarheid altijd ergens een beetje in het midden ligt. Maar ja, ik vind het echt onbegrijpelijk. Want volgens mij zie je overal wel dat op het moment dat je je sterkste spelers nodig hebt, dat je ze dan ook gewoon op moet stellen. Maar wat zou jij doen schrijven als jij je speelt een redelijke wedstrijd, je zit er nog lekker in, het gaat naar de eindfase toe en een kwartier of 20 minuten van tijd, met 1-0 achter, word je eruit gehaald? Ja, ik zou helemaal gek worden. En ik denk dat al die jongens dat zelf ook, en ik vind dat die Smit nog goed heeft geregeld, want je hoort die spelers allemaal naar buiten toe, zijn ze nog best wel oké over de trainer.
Maar ik zou daar helemaal gek van worden. Nou ja, ook bij Feyenoord en Jens Toornstra ook. Die vonden dat natuurlijk allemaal niet onprettig dat die goede spelers bij PSV of gewisseld werden of niet eens in de basis stonden. Nou ja, ik hoorde net bij ons in de kleedkamer dat het wel fijn was om te zien dat, dat bijvoorbeeld Rakpo eruit werd gehaald. Toch een hele gevaarlijke speler. En ja, dat geef je, tenminste gaf ons het wel een goed gevoel, ja. Ja, want vertrouwen dat er inderdaad wat te halen veel voel? Nou ja, als je ziet dat zo'n gevaarlijke speler er dan al gewisseld wordt, dan, ja, ik weet niet, op de een of andere manier denk je toch van, nou ja, dat is toch fijn. En dat geeft je weer nieuwe energie. Het is ook wel pijnlijk, hè, voor zijn tegenstander om dit allemaal te horen. Ik hoorde gisteren ook Slot uitgebreid. Ja, in eerste instantie. Ja. Daarna dacht Slot van, nou, misschien is dat niet zo handig, want ja, de trainer van de tegenstander wil je eigenlijk niet zo kleineren. Maar ja, ik zat natuurlijk in dat stadion. Dat publiek is natuurlijk niet gek. Een hels fluitconcert. Hij heeft het natuurlijk al vaker gedaan, ook vorig jaar met Malen en alles. Ja, en als je nou bij wijze van spreken deze week weer een topwedstrijd voor de boegen zou hebben, kan je het misschien nog begrijpen. Maar dit was juist de belangrijke wedstrijd in deze week waar PSV tegen Go Ahead Eagles moet. Ja, ik begrijp wel, dit is wel misschien iets voor de toekomst. En nu je 5 keer mag wisselen, moeten trainers wel er anders mee omgaan. Maar deze trainer slaat compleet door. En juist de belangrijkste spelers haalt hij eraf in plaats van andere jongens. Ja, maar ik vind wel dat het eindelijk er is een van de weinige trainers in de Eredivisie die je over nagedacht heeft. Ja, ik vind dat hij veel te ver doorslaat en je haalt nooit je beste spelers eruit. En zeker niet 4 man die een goal kunnen maken. Jongens, voordat dit de FC Eindhoven dreigt te gaan worden. Nee, maar ik denk dat we pas echt op waarde kunnen schatten over een lange tijd. Als die kampioen wordt, heeft hij gelijk gehad. Ja, dat gaat niet gebeuren, hoor. Jij had het net eventjes over dat iedereen zijn rol moet weten, Robert. Cyril Dessers. Op dit moment is er volgens mij geen vrolijke Feyenoorder dan Cyril Dessers. Ja. Is hij exemplarisch nou juist iemand die precies begrijpt waar hij voor gehaald is? En als hij dan komt, maakt hij een goal, geeft hij een assist. Hij was ook nog op zoek naar de tweede. Ja. Dat had hij moeten afgeven aan Sinisterra. Ja, absoluut. Had hij hem even aan de buitenkant mee moeten geven. Dessers kent heel goed zijn rol. En Dessers is ook ontzettend bruikbaar dadelijk tegen de onderkant van de Eredivisie. De tweede negen, zeg maar. Daar gaat hij ook heel veel goals in maken. En dat weet hij ook gewoon. Dus daar is hij voor gehaald. En het is ook wel een garantie voor doelpunten. Dat heeft hij de afgelopen jaren bewezen. Ik heb het trouwens wel kapot gelachen, hoor. Toen hij die cordevlag pakte en een bierdouche kreeg. Er waren nogal wat supporters. En, we hebben hem achter me. Ja, kijk, mooi, hè. Supporters die we te lijf wilden gaan. Dat was wel prachtig. Het was een belofte van hem. Hè. Toen hij bij Feyenoord kwam, had hij gezegd, ik wil zo snel mogelijk met de fans bij de hoekvlag een feestje vieren. Ja. Ja, waren het dat de uitsupporters helemaal aan de andere kant zaten. Dacht hij, ja, ik moet me toch allemaal belofte houden. Thomas, wat voor de klasbak is Frederik Ersnes? Ja. Ontzettend goede speler. Don Leo zei het vroeger altijd. Hè? Hij is verdedigend, is hij goed, maar hij weet ook nog wel. Hij speelt ook de bal nog vaak naar de goede kleur. En dat is toch wel, lekker om zo'n kerel erbij te hebben. Ja, die hebben ze natuurlijk voor de halve krats kunnen pakken. 5 ton? Uitstekend. Ja. En ook Pedersen, de 2 Noren die voor heel goedkoop deze kant op zijn gegaan. Dus wat dat betreft, compliment en een pluim voor de scouting. Want dan is Gernot Trauner, denk ik, de beste aankoop. Vond ik wel en vind ik nog steeds. Ja, het zit ook niet tegen, hè, tot nu toe. Met alle aankopen en de resultaten. We zeiden van tevoren, gaat Slot de tijd wel krijgen om iets te bouwen? Nou ja, volgens mij heeft hij zichzelf wel wat krediet gegeven. Ja. Maar geldgebrek op de transfermarkt maakt wel tot voorzichtigheid en scherpte. En creativiteit. En dat hebben ze bij deze gedaan. Maar dat was natuurlijk vorig jaar ook zo, vorig seizoen ook zo. En toen waren ze een stuk ongelukkiger met de mensen die werden gehaald. Dan ga je shoppen in de subtop van Nederland, wat natuurlijk heel makkelijk is. Ja. En nu ga je kijken naar een Noorse competitie, een Oostenrijkse competitie, wat gewoon niet zo heel slecht is. Maar er is dus afgelopen zomer ook wat gebeurd op scouting, hè, met allerlei nieuwe scouts. En dat lijkt dan toch, met alle respect voor die er al jaren zaten, fijn, het was wel toen al vernieuwing met de scouts. Nou, je ziet dat het nu al zijn vruchten afwerpt. Over met Pedersen, we noemen hem even, dat gaat wel weer toch? Vandaag is een belangrijke dag. Want ja, hij had gisteren een soort van hersenschudding opgelopen. Gelukkig ging het gisteren wel weer naar de wedstrijd dat hij in de kleedkamer met zijn teamgenoten zat. Want hij ging natuurlijk per brancard af. Het is een race tegen de klok of hij woensdag zou halen. Dus. Ik haal er wel van, hoor. Daar werd dus een medespeler in elkaar gelopen, maar die wilde even bij de bal komen. Ja. Dan heb je toch karakter in je flikker. Zeker, zeker. Nadat hij natuurlijk ook wel een wereldassist had gegeven, hè, die Pedersen, dat deed hij ook fraai. Toch, hè, gisteren in al die paarprogramma's en ook in alle kranten vandaag wordt dan toch de vraag opgeworpen, is Feyenoord nou kandidaat om mee te gaan draaien om de titel? Ik moet eerlijk zeggen, Robert, aan deze tafel hebben we dat onderwerp de laatste maanden redelijk kunnen mijden. Ja, maar ja, zou het ook blijven doen. Oh. Ja, Feyenoord doet het uitstekend als ze 3 worden. En, want PSV en Ajax hebben allebei nog meer kwaliteit.
En daarnaast zijn de concurrenten van Feyenoord laten het afweten. AZ gaat dat niet meer dicht fietsen. Vitesse is toch enigszins van slag. Het is nog heel pril allemaal. Hè. We kunnen echt pas een beetje in november, december echt kijken hoe de vlag ervoor staat. Maar dat het op dit moment, dat er veel potentie in zit, dat het alleen nog maar beter kan. Heel veel beter dan 0-4 bij PSV lijkt me sterk. Maar het is toch ook mooi dat als je Feyenoord supporter bent, dan heb je de afgelopen 10 jaar niet heel vaak kunnen dromen van een kampioenschap. Hè. Het is één keertje dan gebeurd, maar... Verder ben je ook niet echt in de buurt geweest, dus zolang het kan vind ik dat je ook gewoon lekker moet dromen. Ja, moet je van genieten denk ik. Ja, maar dromen of is er ook een gevoel van realisme daarbij? Nee, meer dan dromen is het op dit moment niet. Nee. Oké, okay, goed. Hoe anders wordt het treffen dan weer woensdag tegen Heerenveen? Wordt het natuurlijk wel weer een stuk lastiger nu Feyenoord wel helemaal... Staat boven Feyenoord op dit moment in de competitie. Ja. Ja, en tegen de Veermannen, hè? Ja, ook dat nog. Die kunnen toch net even een opleving hebben. Nou, dat is nou precies wat ik bedoelde. Tegen de Heerenveen zal Feyenoord dus veel meer aan de bal zijn, veel meer het spel moeten maken, waardoor ook wel weer kwetsbaarheden aan het licht komen. Maar die stap moet Feyenoord dus maken. Hè? Het verleden hebben we vaak gezien na een topduel die gewonnen werd, dat Feyenoord het af liet weten een paar dagen daarna. Nu zal Feyenoord die stap moeten maken door inderdaad deze week met 2 wedstrijden thuis tegen Heerenveen, NEC, geen misstap. Je komt erbij. Zo is het. Zo sprankelend als dat de wedstrijd van Feyenoord was, zo minder sprankelend was Sparta NEC op de vrijdagavond. 1-1, waarom zat er voor Sparta niet meer in? Nou ja, Sparta is natuurlijk sowieso niet echt een ploeg die altijd heel sprankelend voetbal spelen. Die spelen gewoon heel realistisch en scoren meestal de kansen die ze krijgen als het goed gaat. Maar NEC die doet het ook niet slecht dit jaar. Dus dat moet je ook niet helemaal uitvlakken. Ik vind dat die goed georganiseerd spelen. En dan krijg je gewoon zo'n wedstrijd inderdaad, een soort van degradatiewedstrijd. En dat is nooit leuk om te kijken. En dan hoop je dat je uiteindelijk wint. Maar dat zat er ook echt niet in voor Sparta. Nee, dat waren ook exacte woorden van de trainer. Henk Vrezer kon leven met dat punt. In je thuiswedstrijden, zeker nu het publiek er weer bij komt, zijn dat hele belangrijke punten om te pakken. Maar ik ben ook heel realistisch. Het heeft er... Eerlijk gezegd, in mijn optiek voor beide ploegen nooit echt ingezeten. Daar was het de wedstrijd niet naar. Dus dan moet je wel leven met een punt. Dat is het ook precies. Ja, vanuit jullie perspectief, waarom zat het er niet in? Omdat we ons niveau niet haalden. Wat we haalden in ieder geval tegen Fortuna de eerste helft. Dat is denk ik de meest logische en ook simpele verklaring. Ja, en het dreigt toch nog wel een themaatje rondom Sparta te gaan ontstaan. Namelijk de blessuregevoeligheid. We zagen Brian Smeets in de rust in de kleedkamer achterblijven. Ouassar, net terug van een blessure. Hij heeft werkelijk iedere ledemaat al eventjes aan moeten raken vrijdag. Veel op het gras gelegen. Wordt het een ding? Nou, zeker omdat die selectie nu smal is. Hè? En dat is, Feyenoord heeft dat probleem. Ook Sparta ook. Dat je wel, met name de basisspelers, moeten wel fit blijven. En wat je zegt, we hebben met name Ouassar in de competitie toch al een paar keer geblesseerd geweest. Heeft uiteindelijk nog wel de 90 minuten volgemaakt in die wedstrijd NEC. Maar al heel vroeg tegen het vlak. Kan me niet voorstellen dat hij helemaal fris was. Dus dat kan wel een themaatje worden met toch ook deze week 3 wedstrijden in 8 dagen. Zeker. Pek Zwolle, hè? Ja, die heb jij gisteren nog gezien. Ja. Ja, daar gaan wij in Rotterdam vanuit dat gewoon door Sparta wordt gewonnen. Ja, dat mag. Maar Zwolle zal het er ook wel een keer om gaan draaien. Maar, die waren heel, heel matig, hoor. Die waren echt heel matig. Ik vind overigens, ik hoor het Vrezen nu net zeggen, maar normaal gesproken moet NEC thuis voor Sparta, moeten dat wel 3 punten zijn in de competitie. Ja. En eigenlijk laten ze 2 punten liggen daarin. Ja. Hoe is dat eigenlijk voor jouw vriend Bart Vriends, centraal achterin bij Sparta? Het verschil of Beugelsdijk beschikbaar is en speelt, of dat hij naast Heilen staat centraal achterin? Nou, ik had wel het idee dat hij meer heeft met Beugelsdijk. Omdat ze allebei een beetje zelf in de wedstrijd zitten en gewoon goed kunnen samenwerken. Dus dat in principe, denk ik, als ik daar ook naar kijk, dat een iets beter duo is. En ik vind Heilen niet altijd even betrouwbaar. Maar dus Beugelsdijk is denk ik de betere optie voor Sparta. Dus die missen ze ook gewoon, denk ik. Ja, Heilen dat op een of andere manier. Ja, hij is gekomen, maar... Maakt altijd wel een fout, ja, hè? Ja. En een andere nieuwkomer, weliswaar van dit seizoen, is Vito van Crooij. Die ken jij denk ik nog wel. Ja, ik heb niet met hem gewerkt. Niet? Oké. Okay. Nee, oh, dat is gegeven bij VVV misschien. Nee, is later gekomen. Ja. Maar dat is natuurlijk wel een giftkikker. Ja, maar dat laat hij op het kasteel, Robert, nog nauwelijks zien. Nee, en dat betreft is het ook een Limburger. Ja, dat klinkt een beetje raar, maar dat zijn ook jongens die eventjes moeten acclimatiseren en in dat gekke Rotterdam in één keer moeten gaan dingen doen. Dat is toch even anders. Maar het is wel een jongen die felheid heeft, die eventueel een goal kan maken.
Dus ik denk dat hij gewoon even nodig heeft. Waar we het net bij Feyenoord over hebben, dat al die aankopen gelijk renderen, is bij Sparta eigenlijk niet. Hè? Die Jans, die Luxemburger die gehaald is, heeft geen basisplaats. Goudmijn, toch van AZ gehuurd, ze hebben ook nog heel weinig Osman gezien. Invallen van nog wel invallen, maar Osman, ja, die Griek, hè, hoe heet Osman is wel goed, maar ja. Die Griek, Masuras, ook tot nu toe invallen. Dus wat dat betreft, hè, had je ook met die Jans en anders gedacht dat het misschien wel gelijk daadwerkelijk komen. En misschien hebben we wat meer tijd nodig, dat ze straks... Maar op dit moment zie je nog wel met name de spelers die je vorig jaar zag, hè? Ja. Nou, wat mij heel moeilijk lijkt voor Henk op dit moment, is we hebben het net over de fitheid. Dat hij natuurlijk een groep heeft met een aantal relatief jonge, fitte gasten. Maar hij heeft er ook een stuk of 4, 5 bij lopen. Ja, daar kan je niet zomaar eventjes 7, 8 keer per week mee gaan trainen, want dan vallen ze gewoon aan elkaar. Ja. En dat is heel moeilijk om dat groepje bij elkaar te houden. En dan zitten de resultaten natuurlijk nog niet helemaal mee. Vorig jaar, toen ze die 4 wedstrijden verloren, toen dacht ik van nou, dat gaat echt 100% goed komen. Maar dat wil ik nu nog zien met Sparta. Ik heb wel vertrouwen in, hoor, want ik denk dat Henk Vrezer juist de trainer is die uiteindelijk op termijn gewoon ervoor kan zorgen dat iedereen gewoon stabiel blijft spelen. En wat ze nu doen verschilt niet extreem veel van wat ze vorig jaar lieten zien. Behalve dan dat ze wat minder scoren. En normaal gesproken, met Mo Osman erbij, vind ik niet dat je minder bent geworden ten opzichte van Appia Rouy. Die had natuurlijk wel potentieel veel meer dan hem, maar die brengt op dit moment gewoon hetzelfde. Dus ik verwacht dat als dat gaat lopen, en inderdaad wat je zegt over Vito van Krooij, hebben we vorig jaar ook gehad met Lennart T. Ja, ik denk dat dat een jongen is die kwaliteit heeft. En die zal altijd wel blijven staan, waardoor dat denk ik op een gegeven moment wel weer eruit komt. Laten we het hopen. Tot zover deze aflevering alweer. Het is voorbij gevlogen. Jou, Robert, zien we woensdag weer in een extra uitzending die we maken van FC Rijnmond. Gaan we het hebben over de jeugdopleidingen hier in Rotterdam. Dus dan spreken we hier dan weer. Hebben we waarschijnlijk hetzelfde bloesje aan. Ik trouwens ook. Sinclair bedankt. Thomas bedankt. Succes bij AFC. Als gezegd, woensdag dus een extra uitzending FC Rijnmond. En vrijdag weer een reguliere. Graag tot een van die gelegenheden. Bedankt voor het kijken. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Bauhaus den Horen.